Pleurruimakers, mooie overwinning met PSV Vrouwen op Achilles. 5 doelpunten, dat zijn er weer een boel, hè? Ja, zeker. Een mooie overwinning. En 5-0 is veel doelpunten. En een overtuigende overwinning, denk ik. Wat voor wedstrijd heb je gezien? Het begin duurde eventjes voordat de 1-0 viel. Maar ja, ik merkte al wel toen we die 1-0 maakten, ja, dan komen we een beetje los en gaan we zelf verzekeren voetballen. En ja, zo volgden de doelpunten en ging het prima. Wanneer zag je dat het kwaliteitsverschil echt best wel aanzienlijk was? Ik denk de tweede helft. Toen hadden we heel veel balbezit en konden we aardig voetballen. En kwamen de goals eigenlijk vanzelf. En toen merkte je wel dat we toch de bovenliggende partij waren. En ik denk verdiend met 5-0 hebben gewonnen. Je zat op de bank, 1-0 voor, 2-0 voor. Begin je dan ook een beetje het idee te krijgen van misschien komt mijn kans wel deze keer? Ik hoop natuurlijk iedere keer weer dat ik in mag vallen. En zodra ik warm mag gaan lopen, dan hoop ik natuurlijk dat ik in mag vallen. En als dat gebeurt, dan doe ik gewoon mijn best. En meer kan ik niet doen. En ik ben blij met de minuten die ik mag maken. En dan doe ik gewoon mijn uiterste best. Maar meer kan je wel doen. We hebben alleen nog een discussie wie nou de mooiste goal van de avond heeft gemaakt. Of dat Siska volgens mij is of Pleun Rijmakers. We zijn er niet uit, jij? Ik vond ik zat wel te genieten op de bank toen Sis die goal maakte, want die was echt heel mooi. En mijn goal zat er ook aardig in, dus het maakt niet zo heel veel uit wie de mooiste heeft gemaakt. Het is belangrijk dat we er 5 hebben gemaakt en weer gewonnen hebben. Aardig, 3-2-1, boom of zo, hè? Ja, hij viel een beetje uit de kluts, uit de corner. En ik kon eigenlijk maar één ding doen en dat was uithalen. En hij viel ook al mooi in. Die playoffs komen wel steeds dichterbij natuurlijk, maar jullie zijn er nog niet. Nee, zeker weten. Het zijn nog een paar wedstrijden en dan wordt de competitie opgesplitst, zeg maar. En dan spelen we, als het goed is, om het kampioenschap. En de punten worden weer gehalveerd, dus er komen weer genoeg kansen. En we gaan gewoon ons best doen om te kijken hoe we gaan eindigen in die top 4. Waarom gaan jullie de play-offs halen? Want volgens mij kan het in theorie nog mis, toch? Het kan nog mis, inderdaad. Maar volgens mij is het gat redelijk groot tussen ons en Telstar. En het zijn ook een paar wedstrijden. En als we zo voetballen zoals vandaag en zelfverzekerd erover zijn, dan behalen wij die play-offs wel, ja. Jullie spelen ook tegen Gilles in de beker, als je nu al met 5-0 wint. Ja, klopt. Inderdaad, beker. Maar ik vind de competitie en de beker toch altijd hele andere wedstrijden. Ja, iedereen in de beker kan eigenlijk altijd alles gebeuren. Dus ik denk dat opnieuw weer een hele... Je begint gewoon weer op 0-0 en ik denk dat we allebei voor de winst gaan, dus we gaan het zien. Hoe vaak ga je die goal terugkijken morgen? Niet te vaak hoor. Nee. Klein beetje genieten en dan weer verder. Inderdaad, even van genieten en dan gaan we gewoon weer door.